Na Nijmegen en Beuningen kan nu ook de gemeente Groesbeek op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester. Gert Prik gaf donderdagavond aan het slot van de gemeenteraadsvergadering zijn ambtsketen per 1 april 2012 af te doen. Volgend jaar bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd. Gemakkelijk lijkt zijn besluit niet te zijn, gezien de opmerking: de kogel is eindelijk door de kerk. Ik vind het jammer. Het was een hele amabele man. Je heeft er wel eens meegemaakt? Ja, toen ik nog jonger was. hij is erg goed geweest voor Groesbeek altijd. Niet overdreven, maar hij heeft het goed gedaan. Het zal niet meevallen om daar gauw een ander voor te vinden. Als hij wil stoppen, dan moet hij stoppen. Vind ik dat hij dat zelf mag beslissen. Ja, dat is natuurlijk geen beslissing van zichzelf. Ja, aangezien die periode die hij er nou op heeft zitten en wie die goed volbracht heeft. Ja, ik heb daar geen problemen verder mee. Het is wel jammer dat hij stopt. Maar ja, op een gegeven moment alles komt een einde. Ja, op zich is dat wel jammer, denk ik, voor Groesbeek. Nou, gelijk heeft hij. Als je 65 jaar is, dan houdt het me op. Ik vind het wel goed, ja. Ja. Wat moet zijn opvolger nou volgens u in huis hebben? Ja, hij moet toch wel een beetje met de bevolking meeleven. Dat is Groesbeek gewend. Dat hebben we vroeger met burgemeester Van Gils ook gehad. Dat was een echte verraderfiguur, een vaderfiguur. En deze burgemeester die was meer teruggetrokken, maar erg bewogen bij Groesbeek. En zoiets moeten we weer terug zien te krijgen. Wat zijn opvolger in huis moet zijn? Ja, hij moet natuurlijk goed zijn voor het dorp. Ze hebben de laatste tijd veel aan toerisme gedaan. En dat is natuurlijk een goede inkomstenbron voor Groesbeek. Als je naar de wijnfeesten kijkt bijvoorbeeld. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wat moet de burgemeester nog meer doen? Ja, goede politiek. Voor een goede politiek van het dorp zorgen. Hè? Ja. Een goede vraag. In ieder geval meegaan met het volk. En luisteren naar het volk. En niet van dat... ik beslis wel of zo. Nee, het volk moet beslissen. Nou, het beste voor Groesbeek, hè, natuurlijk. Dat deze burgemeester, die wilde het eigenlijk een beetje zo houden zoals het is. Qua inwoners en zo. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel voorstander voor. Nou, dat weet ik dus niet. Ik ben 71 jaar. Als ik nog geen 65 was, zou ik misschien ook graag overnemen. Niet dan. Wanneer Prik volgend jaar zijn burgemeestersambt neerlegt, heeft hij er 21 jaar in Groesbeek op zitten. Hij blijft na zijn afscheid in Groesbeek wonen. Gelders commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, bezoekt binnenkort de gemeente om te praten over een opvolger.